Goedendag en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto kunnen we zien dat we met tamelijk veel bewolking te maken hebben, met name in het binnenland. In de kustgebieden is meer ruimte voor de zon. We trekken ook al een aantal buien over het land. In de loop van de dag gaan die buien in aantal en activiteit toenemen, met name in het binnenland. Daar is ook een kans op onweer. De middagtemperatuur loopt het een van zo'n 16 of 17 graden in het noordwestelijk kustgebied tot 19 graden in delen van het binnenland. De wind is overwegend zwak tot matig, windkracht 2 tot 4, maar aan de kust mogelijk eventjes vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond gaat de wind afnemen, dan komen er ook meer opklaringen. De buien gaan geleidelijk aan verdwijnen en het koelt af tot een graad 15. Ook morgen hebben we nog kans op een enkele bui, met name in het binnenland. Verder zijn er zonnige perioden en het wordt zo'n 17 tot 19 graden bij een overwegend matige noordwestenwind. De dagen erna lijkt het overwegend droog te blijven: de dinsdag en de woensdag. De middagtemperatuur loopt geleidelijk op naar zo'n 22 of 23 graden. Op donderdag is er weer kans op een bui, maar in de middag is het wel 23 graden. En daarmee ligt het maximum rond de normale waarde voor de tijd van het jaar. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.